Het is rustig najaarsweer en net als dinsdagochtend ging ook deze woensdag van start met wat nevel en mist. Maar dat was minder goed ontwikkeld, dunnere mistbanken en dat loste in de ochtend alweer veel sneller op. En toen kwam de blauwe lucht weer tevoorschijn, maar ook wel wat sluierbewolking en dat is iets waar we vandaag mee te maken blijven houden. Vanmiddag ziet het weerbeeld er dan zo uit. Zonnige periode, maar dus ook wel die hoge wolkenvelden. Krijgt de zon af en toe een beetje een waterige aanblik van. Maar meestal is het gewoon vrij zonnig. Een zwakke tot matige oostenwind daarbij. En de temperatuur in het noorden zo rond de 13 of 14 graden. En in het zuiden van het land kan het nog opwarmen naar 16 graden. Voorlopig is dit even de laatste dag met rustig najaarsweer. Want vannacht gaat er geleidelijk een verandering in het weer komen. Vanuit het zuiden wordt de bewolking dikker. In het noordoosten zijn eerst nog wel opklaringen mogelijk. Daar koelt het af naar een graad of 5. En die bewolking die gaat toenemen zien we ook mooi gebeuren in deze animatie. Vanavond is het nog droog met die opklaringen in het noordoosten. Maar vanuit het zuiden gaat de bewolking dan steeds dikker worden. En morgen in de loop van donderdag zien we deze band met regen overtrekken. Kan soms een wat buiiger karakter hebben, dat het even wat steviger kan doorregenen. Daarna zien we ook opklaringen verschijnen, maar ook wel weer enkele losse buien. Dus morgen aan het eind van de dag zal het ook niet overal helemaal droog zijn. Die strook met regen die over ons land trekt, wordt veroorzaakt door een warmtefront. En zoals de naam doet vermoeden, komt daarachter ook warme lucht onze kant op. En dat zien we ook in deze kaart gebeuren. In de ochtend stijgt de temperatuur geleidelijk, dan trekt die band met regen over. En daarna zien we in het zuiden van het land de temperatuur zelfs oplopen naar 19 of 20 graden. Die warme lucht bereikt het noorden van het land pas veel later, aan het einde van de middag en in de avond. En dat levert dan ook een vrij groot temperatuurverschil op. Morgenmiddag in het zuiden dus 19, misschien lokaal 20 graden. Terwijl in het noorden van het land komt die warme lucht pas later aan. En daar is het 's middags een graad of 14. Wel een vrij wisselend weertype dus door die band met regen die gaat overtrekken vanuit het zuiden geleidelijk naar het noorden. In het noorden zal het aan het begin van de middag nog wel een tijdje droog zijn. En daarachter dus die opklaringen, maar ook dan nog wel kans op wat buien. De wind is gedraaid naar het zuidoosten en is matig van kracht, windkracht 3 of 4. De komende dagen blijft het vrij wisselvallig. Ook vrijdag periode van regen, af en toe een bui. Met die zuidenwind aanhoudend hoge temperaturen, zo'n 18 graden. De zaterdag belooft weer overwegend droog te worden. Maar ook in de nieuwe week blijft er dagelijks wel kans op wat neerslag. En de temperatuur schommelt dan zo rond 17 of 18 graden.